Goedemiddag iedereen, alle volgers van de Universiteit van Amsterdam en van Folia. Het is bijna alweer een jaar dat we inzoomen met Geert doen. Geert ten Dam is, zoals jullie weten, de bestuursvoorzitter van de universiteit, dus van het CVB van de UvA. Geert, van harte welkom. Dankjewel, Altan. Ja, we hadden niet, denk ik, bedacht vorig jaar dat het zo lang zou duren, hè, dat we deze reunie zouden maken. We dachten dat we pech hebben tot het nieuwe academisch jaar en we zijn bijna een vol academisch jaar verder. Ja, dus we hebben eigenlijk dubbele pech. Het is wel de week dat de lente aan de poorten rammelt. En dat is wel weer fijn. Je ziet dat mensen naar buiten willen. Dat heeft ook iets ingewikkelds als het gaat natuurlijk om corona. We hebben het in deze rubriek heel vaak over corona en over de gevolgen voor de UvA. Nou, het kabinet heeft onlangs gezegd dat per 26 april, met allerlei mits en maren, maar goed, per 26 april zou het mogelijk moeten zijn om studenten één keer per week naar universiteiten en hogescholen te laten komen. Daar zijn een paar voorwaarden bij gesteld. Die gaan over zelftesten of sneltesten, hoe je het ook wil. Geert, hoe kijk jij naar die datum en hoe realistisch vind je zo'n uitgangspunt als 26 april? We kijken natuurlijk met z'n allen reikhalzend uit naar dat we weer on campus elkaar kunnen ontmoeten, onderwijs kunnen geven, CREA weer los kan gaan enzovoort. Dus het kan ons niet snel genoeg komen. Ik hou ook wel mijn hart vast als ik kijk naar oplopende besmettingen. Ondertussen, en dat heb ik natuurlijk vaker gezegd, zijn we echt alles aan het klaarmaken. Dat we ook tot de zomer alweer stukjes on campus kunnen doen. De overheid heeft daar de sneltesten aan verbonden. Nou, ik denk dat we iedereen ook veilig naar de campus kunnen verwelkomen zonder sneltesten. En te meer omdat eigenlijk OCMW het testen ook niet als voorwaarde stelt. Alleen zegt ze moeten beschikbaar zijn en de universiteiten moeten ze ter beschikking stellen van studenten en medewerkers. Dus er is over de organisatie en de plek van testen echt nog heel veel onduidelijk. Ja, daar kun je toch eigenlijk ook wel, gezien de ervaring hè, tot nog toe met testen of met vaccineren en hoe dat allemaal in den landen geregeld is, kun je daar toch eigenlijk wel, Geert, de conclusie aan verbinden dat dat voor 26 april nooit op gang is gekomen voor de universiteiten. Dat lijkt mij onmogelijk. Nou, ik denk dat we on-campus activiteiten, in welke vorm dan ook, kunnen we het direct nog over hebben, je ook niet aan uitslagen van zelftesten moet verbinden. Dat kan niet, dat mag waarschijnlijk ook helemaal niet. Wij moeten ze ter beschikking hebben, zodat studenten en naar ik aanneem ook medewerkers daarvan gebruik kunnen maken. Nou, testen kan best een goede toevoeging zijn hè, aan het weer on-campus zijn. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om een snelle vaccinatie. Ja, nee, dat is zo. Nog even toch over die testen. Er zit natuurlijk ook een kostenaspect aan. Het zijn geruchten hoor, maar ik hoorde dat het 5 euro per test zou kosten. Daar is natuurlijk ook nog helemaal niks over afgesproken. Hè? Ik heb geen idee hoe duur die dingen zijn en hoe waar je ze al dan niet zou kunnen kopen. Ik weet dat wij ze ter beschikking krijgen als een soort uitgiftepunt naar studenten en medewerkers. En ik heb tot nu toe niet anders gelezen dan dat ze kosteloos aan de instellingen ter beschikking worden gesteld. Oké. Dan nog een ander aspect. Een van die dingen waar ik in ieder geval als het om de praktische uitwerking aan denk is dat je straks misschien de situatie krijgt dat je studenten bijvoorbeeld, maar misschien ook wel medewerkers hebt, die zeggen ja, goed en wel, ik wil wel op de campus zijn, maar ik wil helemaal niet getest worden. Wat denk jij, kun je daar dan volgens mij, want mensen die zich wel laten testen, denken ik zorg voor een veilige omgeving, voor mezelf en voor anderen, en anderen doen dat niet. Het lijkt me heel ingewikkeld om het op te lossen. Ja, de veiligheid van de omgeving is zeker een ingewikkelde, maar het uitgangspunt is, en dat is er tot op nu toe ook steeds geweest, dat alle studenten en medewerkers welkom zijn op de campus met inachtneming van de 1,5 meter, social distancing, dus de gebouwencapaciteit enzovoort. En wij kunnen en willen zelftesten niet afdwingen. Nee. Mag ook helemaal niet. Nee.
Dat is helder. Wat zie je eigenlijk, als we het even concreter maken voor je, wat er mogelijk zou kunnen zijn op 26 april of rond die datum? Natuurlijk hangt dat ook weer af van hoeveel besmettingen er zijn landelijk. Dus het zou ook nog wel eens tegen kunnen vallen. Maar goed, laten we even van een hypothetisch positief uitgangspunt uitgaan. Wat zie jij dan voor je en wat zou er mogelijk zijn om mensen één keer per week, zoals nu bedacht is, naar de campus te krijgen? Het belangrijkste voor ons als universiteit is dat we gebruik gaan maken van de kansen voor wat kan en wat doenlijk is, ook voor medewerkers. Het rooster zoals we dat nu nog voor de laatste twee blokken hebben gemaakt is leidend. Want je wil het natuurlijk helemaal niemand aandoen om nu op het laatste nippertje roosters weer te gaan omgooien. Nou, iedereen kan zich ook bedenken dat je docenten niet kan vragen dubbele groepen te draaien. Een stukje on campus, ook een stuk online. Dat kan helemaal niet meer, want mensen zitten echt aan hun tax. Dus er zal een heel gedifferentieerd beeld gaan ontstaan, afhankelijk van de studentenpopulatie van de faculteiten, want die is natuurlijk verschillend. Waar een faculteit rechten in de bachelor vrijwel allemaal Nederlands studenten heeft, die nou, veel makkelijker naar de campus kunnen komen, zal daar meer kleinschalig onderwijs weer op locatie gegeven worden. Maar waar een FEP, om een voorbeeld te geven, echt een relatief groot deel internationale studenten heeft, die zullen dus weer tot de zomer veel meer vasthouden aan online onderwijs. En wat we allemaal gaan doen, is onderwijsgerelateerde activiteiten, studiegroepen, werkplekken, studievereniging, één-op-één begeleiding, mentorgesprekken, scriptiebegeleiding, komt er natuurlijk vooral in deze tijd van het jaar aan. Maar ook CREA, die allemaal met een soort open kaart voor iedereen open activiteiten aan te organiseren is. Dus binnen de veiligheidsgrenzen onze campus maximaal openstellen voor onderwijsactiviteiten voor studenten en docenten die willen en kunnen komen en voor heel veel activiteiten daaromheen, zodat we in ieder geval de ontmoeting met elkaar weer realiseren. Maar het zal een heel verschillend beeld gaan opleveren. Ja, eigenlijk is het moeilijk te zeggen natuurlijk, hè? Ook vanwege wat je net zei, hè? De verhouding tussen internationaal en hier in Nederland of in Amsterdam. Eerder hebben we het wel vaak gehad over allerlei andere problemen of bottlenecks die ook los van de universiteit natuurlijk spelen als het gaat om het openbaar vervoer en allerlei andere zaken die eigenlijk wel belangrijk zijn om hier naar de campus toe te komen. Blijft dat niet altijd en nog steeds een groot probleem, denk je straks? Ja, als er toch een paar duizend komen? Als wij beperkt weer open kunnen, laten we hopen 26 april, maar ik sluit ook echt niet uit dat het toch later zal gaan worden. Betekent het dat we dat doen binnen de richtlijnen zoals we ze van de overheid ook in november, oktober hadden. Dus 1,5 meter afstand, zorgvuldig gebruik van de gebouwen met veiligheid omgeven en dus ook de OV-capaciteit. Ja, natuurlijk. Kijk, dat is allemaal pas van de baan. Ja. Als er grootschalige vaccinatie is en een groepsimmuniteit is ontstaan. Ja. Als je nou dat doe ik even in mijn hoofd, dus het is mijn eigen interpretatie, zeg ik er meteen bij, Geert. Als je alles op een rij zet en kijkt voor hoe lang je zeg maar tot aan de zomer dan nog een open campus krijgt, of een deels open campus, is het de moeite wel waard? Met andere woorden, mensen zijn natuurlijk nu ook, hoewel ze het niet leuk vinden, wel gewend aan die online colleges. En je kan ook zeggen, nou ja, tot aan de zomer wordt het hem waarschijnlijk niet of heel moeizaam. Dus laten we in september, als ook die vaccinaties genoeg op gang zijn, gewoon met de schone lei beginnen. Wat zeg jij dan? Ja, we gaan sowieso in september weer vol de universiteit openen. Alsjeblieft, willen we allemaal. Maar ik zou hem liever omkeren, Altan. Er staat ons niets in de weg om nu de kansen weer te pakken die er zijn, met inachtneming van wat ik net zei, de studentenpopulatie, grootte van groepen, wat docententeams, want die verschillen ook, kunnen en willen op dit moment, onderwijsgerelateerde activiteiten, studiewerkplekken, heeft de UB nu opgeschaald naar 2000,
inclusief samenwerkingsplekken. Dus daar zijn grote stappen in gemaakt. En die kansen gaan we nemen. En tegelijkertijd roeien we met de riemen die we hebben. Dus we gaan ook nu, misschien wel zeker niet nu, van mensen vragen om nog eens te overstretchen, want dat redt niemand meer. Nee, maar je zegt dus tegelijkertijd ook, al is het een dag per week, dat beetje contact wat je wel kan creëren en kan faciliteren, dat moet je gewoon doen. Ja, dat daarmee help je mensen alweer aan een beetje vrolijkheid en een beetje contact. En dat. Maar dat zal niet voor elke faculteit, dat zal niet voor elke opleiding on campus onderwijs zijn, maar ook mogelijk andere type activiteiten. Hoorcolleges blijven alle, nou ja, weet je eigenlijk wel zeker online. Maar ja. Werkgroepen kunnen soms wel, soms niet on campus. Dus we laten dat laag in de organisatie, want het hangt van veel factoren af. En vanuit de universiteit als geheel faciliteren we en helpen we waar wenselijk en nodig. Het is misschien een beetje een communicatievraag, maar stel 26 april wordt daar die ruimte geboden, dan moet je natuurlijk als organisatie nog heel veel regelen om dingen op gang te krijgen. Zie je dan voor je dat er in mei wellicht studenten worden ingelicht over wat er wel of niet mogelijk is? Nee, dat kan veel eerder. En nogmaals, er zal een gedifferentieerd beeld ontstaan om de dingen die ik net aangaf. Maar in ons hoofd en in ons handelen zijn we natuurlijk eigenlijk al maanden bezig met zodra er weer wat kan, want eerst dachten we dat dat alweer veel eerder zou zijn. Hoe regelen we dan in en wat is daarvoor nodig? Facility Service staat absoluut paraat. Ik gaf het net aan, de UB met het opschalen van de studiewerkplekken. Van die studiewerkplekken is ook een substantieel deel voor samenwerkingsplekken. Dus dat je ook het werken van studenten samen aan groepsopdrachten kan nutchen. Ja. Dat is niet allemaal iets waarvan wij 26 april pas gaan denken. Goh, hoe zouden we dat doen? Nee. Goed om te horen, dat ligt dus allemaal al klaar. En dat is meer, geef ons groen licht en dan gaan we naar bevind van zaken. Dan gaan wij naar bevind van zaken en naar de mogelijkheden die mensen hebben, gaan wij weer zoveel mogelijk op campus realiseren. Maar als het beeld zou zijn, het gewone reguliere onderwijs wordt allemaal weer voor een dag per week on campus. Dat is niet reëel. Want dan sluit je ook studenten uit die niet kunnen komen. Ja, duidelijk. De laatste tijd, en dat geeft ook wel aan dat het voor heel veel studenten een verrijking weer zal zijn om af en toe naar de campus te komen. Nou ja, de berichten over de mentale gezondheid van studenten die zijn legio. We zien er heel veel van terug. Hele treurige verhalen ook. We hebben daar vaak samen al over gesproken. Een van de dieptepunten of een van de heftige verhalen. De afgelopen tijd was de zelfmoord van een van de UvA-studenten. Dat hebben we allemaal gehoord. Wat mij daarna opviel, was wat er op social media gebeurde. Namelijk dat er wel heel veel naar de UvA werd gewezen als verantwoordelijke voor wat er gebeurd was. Wat is jouw reactie daarop, Geert? Ja, allereerst, althans, een zelfmoord van een student is vreselijk. Dat is echt een drama en ik kan me echt niks ergens voorstellen dan dat. Ja. Vanuit de opleiding is daar ook heel zorgvuldig aandacht besteed. Vanuit de opleidingsdirecteur en alle bachelorstudenten is er contact geweest met de familie, ook over persoonlijke omstandigheden. Nou weet je, ik vind het niet gepast om daar hier op in te gaan, want ik vind ook dat privé moet blijven. In algemene zin, ja, we maken ons echt hele grote zorgen over het welzijn van studenten. Daar is veel aandacht voor. Het was ook niet voor niks een thema bij de opening van het academisch jaar. Reinoud Wiers, onze eigen hoogleraar en de kop van UvA Care, heeft daar ook een heel aantal dingen over gezegd. Mirjam van Praag en ik hebben daar in Parool aandacht voor gevraagd. Aandacht in nieuwsbrieven, waar kan je nou terecht, hè? Als je echt heel erg in de problemen zit. Dus studenten hebben het heel hard te halen, want dit is niet echt een jaar wat je als student verwacht had en ook niet wat je had mogen verwachten, voelen we allemaal. Ja. Iedereen heeft het hard te halen, maar er zijn wel echt kwetsbare groepen en een van de groepen die relatief kwetsbaar is, zijn internationale studenten. Weet je, die hebben hier geen familie.
Dus die zijn nog veel geïsoleerder dan Nederlandse studenten. Of sowieso studenten die alleen wonen, geen sociaal netwerk. Dus het is heel belangrijk om daar bijzondere aandacht voor te hebben in de zin van opschalen van studentenpsychologen. Maar vooral ook dicht bij de opleiding, aandacht van docenten, van studieadviseurs. Ja. Daar is vol aandacht voor en er wordt gedaan wat kan. En als het echt richting zware mentale problematiek gaat, nou, je nam zelf net het woord zelfmoord in het hoofd, is het ontzettend belangrijk dat studenten opgevangen worden, de weg gewezen worden en er ook adequaat kan worden doorverwezen. Ja, mij gaat het er ook om, en dat is misschien, het gaat mij niet om deze specifieke zaak, maar wel meer, maar misschien zelfs wel een ethische vraag, van in hoeverre kan de universiteit die rol pakken? Want het is natuurlijk een onderwijsinstelling, en ik zeg het even hard nu, maar het is geen zorginstelling. En je kunt natuurlijk niet achter de voordeur bij studenten weten wat er allemaal in die hoofden gebeurt. Dus, en vervolgens zagen we wel op social media dat er heel veel pijlen gericht zijn op de UvA. Dat lijkt me een moeilijke afweging voor jullie. Nou, wij zijn met studenten ook naar aanleiding van social media ook in gesprek geweest. Weet je, wat vragen ze dan? Waar hebben ze behoefte? Hebben we ook een aantal misverstanden of onduidelijkheden met elkaar kunnen ophelderen? We hebben daar ook hele goede tips, suggesties van gehoord. In het algemeen, mentale probleem is toch heel erg vaak een kwestie van stapelen. Weet je, op een gegeven moment zijn de bakstenen in je rugzak zijn gewoon te zwaar geworden en dan kukkel je om. Ja. Wij hebben een zorgplicht en ik vind dat we die uiterst serieus moeten nemen van opvang door megastudenten, de UvaWox van studenten, echt top. Weet je, zit je aan de voorkant van preventie tot je studiegroep, tot docenten, tot studentenpsychologen, tot wat ik net ook zei. Proberen goed sensitief te zijn voor signalen als het echt fout dreigt te lopen en je moet gaan doorverwijzen. Dus ik vind dat wij, we kunnen niet die hele rugzak leeghouden, maar nee. Ik vind het wel ongehoord belangrijk dat we oog hebben voor de stapeling en corona is al een baksteen op zichzelf. Ja, ja, helder. Nog even toch die internationale studenten, zou je iets kunnen bedenken om ze er nog iets meer bij te halen of ze iets beter duidelijk te maken waar ze zich zouden kunnen melden? Ja hoor, absoluut. Dat hebben we ook nogmaals natuurlijk ook intern besproken. Is het duidelijk? Is de informatie beschikbaar? Hoe zit het Nederlandse, dus de Nederlandse zorgkaart in elkaar, die soms ook heel anders is dan in een land waar studenten vandaan komen? Dus aan die kant kan je een hoop doen, maar zeker toch ook nogmaals activiteiten van CREA, de UvaWox. Wat je kan doen aan de voorkant dat de isolatie beperkt wordt, ja weet je, het is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daarom is het nu al gebruik maken van de kansen om meer on campus te gaan natuurlijk zo ontzettend belangrijk. Weet je, je ziet weer eens gezichten. Ja. En je kan eerst gewoon met een kop koffie rondlopen. Dus alleen daarom moeten we het pakken. Je wordt even uit je eigen gedachten gehaald en weer even met de buitenwereld in contact gebracht. Ja, dat is belangrijk. Het is bijna gek om toch nog heel kort naar een ander onderwerp over te gaan, want het is ook wel belangrijk. Ik heb vanochtend op de UvA-site een columnpje van jou gelezen. Ik noem het columnpje, want het was niet een hele lange tekst. Maar het gaat over 6 april. En dat is nogal, dat is ook heel erg belangrijk, want dat gaat nog veel meer over de structurele kant van de zaak, namelijk de bekostiging van het hoger onderwijs en hoe jij daarin staat. Nou, je hebt je toch, denk ik, als ik het goed zeg, vierkant geschaard achter de mensen die volgende week, dat is 6 april, naar Den Haag gaan, om daar te pleiten voor een normaal academisch pijl, zo heet geloof ik die actie. Jazeker. Dat gaat over geld en over natuurlijk de formatie die nu aan de gang is en hoe dat geld verdeeld wordt. Vertel eens waarom je daar zo vierkant achter staat. Nou, sterker nog, ik ben bij de organisatie mee betrokken, want Han van Kriek, de rector van de Radboud Universiteit en ik zijn de twee bestuurlijke trekkers hiervoor vanuit de VSNU. En wat zo mooi is, is dat die actiedag weer een normaal academisch pijl, een brede coalitie is.
van WO in actie, van de vakbonden, van de LSVB, van ISO, van de VSNU. De studenten, medewerkers, bestuurders hebben de handen ineengeslagen. Nederland weer een normaal academisch spel, want alleen dan kunnen we natuurlijk studenten echt heel goed opleiden voor, nou ja, ik zal maar zeggen, de dag van morgen. En dat betekent dus dat je ook docenten moet hebben die niet overlopen en het enorme belang van onderwijs en onderzoek blijven koppelen, want dat maakt ook de kwaliteit van onze academisch spel uit. Nou, ja. We zeggen, daar moet 1,1 miljard bij en dat willen we nog maar eens klip en klaar voor het voetlicht hebben. Ja. Dus ik ga zelf 6 april naar Den Haag. VU-bestuur gaat ook. Er komen ongetwijfeld anderen. Er is een website. Ja. www.normaalacademiespel. Kan je je aanmelden? Doe dat alsjeblieft, studenten en medewerkers van de UvA. Ja. Even tussen, dat is een beetje uit de orde. Maar goed, we begrepen dat de VSNU-voorzitter dacht, ik ga wel in de Hofvijver springen. Als actie, maar dat mocht blijkbaar niet omdat het een veiligheidsgebied is. Enfin, dat is het gaat natuurlijk om de zaak zelf en om de inhoud. En het is natuurlijk goed om te horen, denk ik, ook voor de UvA, dat jij je daar op die manier voor inzet. Het geeft ook een beetje hoop en ook een idee over hoe je misschien ook wel na de coronatijd weer verder wil. En hoe je het voor de toekomst wil regelen. Dus altijd jonge mensen is het belangrijkste wat we hebben. Weet je, talent, jonge mensen, is ongehoord belangrijk. En wie daarop beknippelt, dan is goedkoop duurkoop. Is het stomste wat je kan doen. Ja, het lijkt me toch een mooie om met die gedachte wat paaseieren in de tuin te gaan zoeken misschien. Of in ieder geval het kan een weekend in te gaan, want we zijn even offline en even de deur uit. Dus ik denk dat ik namens jou spreek als we iedereen een mooi paasweekend wensen. Zeker. Rust goed uit. Dankjewel, Alton. Dankjewel, Geert. Tot de volgende keer.